Deze nieuwsopname is echt nieuws. Ik heb dit gevonden, twee artikelen waar ik het over ga hebben, op prisonplanet.com. En die ene is van 17 mei 2019 en die andere is van 17 mei 2019. En het is nu 18 mei 2019. Prison Planet is een website die wordt gerund door Alex Jones. En Alex Jones die wordt gefinancierd. Dit is niet zo dat Alex Jones uh, dit allemaal in zijn eentje doet. Het is van vijftig mensen die voor hem werken. Ik denk de laatste tijd wat minder. Daar zit. Uh, ik vind die site niet helemaal kosher. Om het maar even op zijn joods te zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat alles wat erop staat, dat het onzin is. Het gaat er met name om dat er bepaalde dingen niet staan. Dat is de kunst van het liegen. Maar wat er wel op staat, is in de regel waar. Ik heb niks gevonden waarvan ik dacht van jeetje, dat is echt niet waar wat op Prison Planet stond. En je hebt ook Prison Planet en je hebt Info Wars. Maar die twee sites zijn allebei van Alex Jones en er staat zo goed als hetzelfde op. Begin ik hier met een artikel. Het zijn allebei artikelen van Paul Joseph Watson. En Paul Joseph Watson is, dacht ik, een Brit. En, en die werkt al sinds jaar en dag voor uh, Alex Jones. En die houdt ook filmpjes. Maar dit is dan geschreven door hem. Ik lees hem even voor. Oh, het eerste artikel. New York Times columnist lords inevitable demographic decline of racist white people. Subtitle, on the title, says white America will not concede power until its death rattle. Now, wat laat like het op zijn Nederlands? So, een columnist van de New York Times die Lords, en dat is denk ik zoiets als applaudisseert of verwelkomt. Ik moet even een translator pakken. Translates. Punt Ja. En dan yeah. Lord. Ja, louder wat dan dat nou To Lord. Ja, lofzang. Ja, looft. Ja. Exact. Dus hij ja, verwelkomt, hij heeft, uh, wat fijn. De onvermijdelijke demografische neergang van de racistische blanke. Hoppakee. New York Times columnist Charles M. Blow lauded the inevitable demographic decline of white people in order to bring down the white male racist patriarchy. the blow of blau, who is notorious for his schizophrenic obsession with identity politics, doesn't waste any time labeling all Trump supporters as racist in the very first sentence of his article writing: "The white male racist patriarchy will not be denied. It is having a moment. It has its own. President. Ja, dit is dus wat je heel veel ziet. Negers, want dit is een Neger die racistisch zijn. Je bent blank, dus we zijn blij als je sterft. Nou, dat moet je als blank eens even zeggen. Huh? Stel dat ik zou zeggen: Ik zal blij zijn als Charles M. Blow en alle negers met hem liggen te rotten in hun doodskisten. Dan moet ik even als titeltje doen. Dan ben ik de bok. Maar een neger mag dat gewoon zeggen. En dan ook even iedereen die voor Trump is. Uh, hoppakee, dat zijn uh, blanke racisten. Hoppakee. En dan staat hier ook dus nog... De, ...de Until It's Death rattle. Nou, pakken we er ook even erbij. Dat gaat puur om de dood. De blanken worden eventjes doodgewenst. Door een neger... ja tot zijn dood rammelt ja, ja we zouden zeggen doodsrochel Zo. ja dat wordt even van mij gezegd hè want ik ben blank ik ben man ik ben absoluut geen racist maar ja, ik ben blank en een man, dus ben ik een racist. En ik was ooit het hoofd van een gezin, zeg maar de patriarch. Totdat ik afgezet werd door die feministische moeder van mij. Die rookte poen en die had genoeg andere mannen die wel even bereid waren om de leuke dingen met haar te doen. Zo ben ik weer lekker aan het rijmen, zeg. Is dat erg? Waar had die neger het gorelef vandaan? ik ga me niet aankomen met we... jou ja, in de slavernij. Nou, wat die neger moet weten is dat de slavernij is afgeschaft door het blanke ras. En slavernij werd door alle rassen betracht. En het blanke ras was het enige ras dat de Slavernij heeft afgeschaft bij wet. Ik wil niet zeggen dat het afgeschaft is, want ik voel me ook een slaaf hier in Nederland. Alleen het is niet zo zichtbaar, maar ik voel me dat wel. Kan ik ook een heel verhaal over houden met hoe ik tot een slaaf ben gereduceerd. Ja, dat ben ik. En wat we hebben die negers dan nog meer te zeuren over balanken? Ik heb een nieuwe schaakvriend erbij en dat is een Neger en die komt uit Kenia. Ben ik een racist? Het enige wat ik kan zeuren over die Neger uit Kenia is dat hij de laatste drie potjes heeft gewonnen. En hij is nog een stuk jonger dan ik ook. Nee, hey, dat maakt me blij. Ik ga hem volgende week weer uitdagen. <lacht> <lacht> Eerst even bijkomen van de knal. Potverdorie ze. Ik ben toch helemaal geen racist. Ik ben blank en ik ben een man. Ja, inderdaad. En ik was het hoofd van een gezin. En daar was ik goed ook. Ik was een goed hoofd. Heel rationeel, heel goed naar de toekomst kijken. Ik kan kaart lezen, man. Oh, oh, oh. Vakanties plannen. Overal rekening mee houden. Mijn dochter die, die wandelde elke dag in de zonnestralen. Of het nou regende of niet. Het kind heeft een heerlijk beschermde jeugd gehad, voor zover het aan mij lag. Dus ik was de patriarch van het gezin. Wat is daar mis mee? Wat denkt deze neger wel niet? Ik kan er heel erg boos over worden dat dit gewoon mag. En ik ben het totaal eens met Paul Joseph Watson dat hij hier even overheen gaat. En Paul Joseph Watson is er net zo boos over als ik. Hoor. had hier ook dan wat, wat Blauw dan geschreven heeft. We are living through a flagrant display of white male exertion of power, authority and privilege. A demonstration meant to underscore that they will forcefully fight any momentum toward democratic displacement. Now matter, no matter how inevitable, the math. Dat schrijft hij dan zelf, hè? Gaan we dat eventjes in Google Translate pleuren. Wat maakt Google Translate daarvan? Wij leven in een duidelijke, uh, flagrante weergave: ja. uh, van een blanke, mannelijke poging tot macht, autoriteit en privileges en demonen. Poging die bedoeld is om te onderstrepen dat ze met kracht elk moment in de richting van demografische verplaatsing zullen bevechten. Hoe onvermijdelijk de wiskunde ook is. Deze lul. Haalt hij het lef vandaan. Blanke mensen hebben momenteel 1,6 kind per vrouw. Ja. Doe je wiskunde neger. Hier in Arnhem is 30% van de bevolking is buitenlands. En vechten de Arnhemmers daartegen met kracht? Nee. Die kijken moedeloos toe. Je hebt hier van die leuke buitenlandse winkeltjes. waar je allerlei voedingswaren en zo kan kopen. Dat moet je eerst proberen als Hollander. Als Arnhemmer. Dan heb je gelijk de keuringsdienst van waren op de stoep? We hebben hier een slager. Dat is dan de Groene Weg heet die. In die winkel daar hangen ze dus allemaal. Van die statuten, dingen zijn toegang toegestaan door de... Wub, 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 wub. Allemaal ingelijst aan de muur en dat moet dan ook, want dat wordt elke keer gecontroleerd. Ja, en dan kom je bij zo'n Turkse toko, wat hangt daar aan de muur? Helemaal niks. Nee, want dat zijn zielige mensen. Ja, ja. Maar dit, is er, dit slaat toch helemaal nergens op. Zo'n beetje de boel opstoken. Ja, een neger die de boel loopt op te stoken. Van kill the whiteies, kill the whiteies. Moet ik gelijk denken aan die Nelson Mandela. Naar wie, naar wie een brug is vernoemd hier in Arnhem. En die heeft gezongen, staat op internet: Kill de boers, kill de boers. En dan wordt hier in Arnhem wordt een brug vernoemd naar Nelson Mandela. Leuk, hè, van die negers. Die de blanke kapot willen. Uh, waarom mag dit? En dan alleen maar Alex Jones, daar staat dat dan op van. Uh, oh, het wordt gezicht. Nou, niet trouwens alleen, maar. Uh... Je hebt er ook American Freedom Press of zo. En. en weet je ook weer de. Amran. American Renaissance. En nu snap je ook waarom Amerikanen zoiets willen: van nou, wij willen een staat zonder negers. Dat komt hier vandaan. Wij willen een eigen staat waarin geen mensen wonen die willen dat wij onze laatste doodsrochel uitstoten. Wij willen een staat zonder vijanden binnen de landsgrenzen. Alle negers eruit. Dat komt van deze meneer Blauw en zijn compagnen. Dit soort uitingen van negers dat zijn blanken helemaal beu. En wat doet hij dan hier goed aan, aan zijn eigen volk? Maar hij mag toch ook beseffen, dat als hij dit soort dingen opschrijft, dat hij daarmee, door alle blanken over één kamp te scheren, dat hij dan veroorzaakt dat alle blanken zeggen, oké, okay, negers, weg ermee. Weer een neger die loopt te zeiken. Oprotten jullie. Er is geen goed woord voor over. En dan zijn er nog zien. Ja goed, hij is een, een columnist voor de New York Times. En dan zegt hij dan ook nog, uh, Donald Trump probeert om de. Blanke overheersing te handhaven. terwijl de, demogra de demografie aan het veranderen is. Hoezo? Waar blijkt dat uit? Doordat Donald Trump zegt er mogen geen illegalen binnenkomen? Ho hoezo? Vindt meneer Blauw dan dat de illegaliteit in Amerika moet gelegaliseerd worden? Please legalize ille ill illegality? Dan moet meneer Blauw wel weten dat er ook heel veel dingen illegaal zijn, zoals het in elkaar slaan van negers. Dat is momenteel illegaal in Amerika. En je mag negers niet zomaar in elkaar slaan. Ja, dat wordt dan ook legaal. Ja, waar het, aan welk touwtje loopt meneer Blauw te trekken? Al Donald Trump. Een halt wil toeroepen aan het binnenstromen. waar allemaal mensen. die helemaal geen kaarsje hebben. om te mogen wonen in Amerika. Als ik naar Amerika wil. Hè, om daar een bestaan op te gaan bouwen. dan moet ik een green card hebben. Denk je dat ik hier op, uh, op Schiphol. op een vliegtuig kan stappen. en dan naar Amerika gaan. Uh, en daar binnenkomen en zeggen. hallo, ik ben Peri Winkel, geboren in Bovenkerk. en mag ik een uitkering? En een woning graag. Denk je dat? Ik word onmiddellijk teruggestuurd, jongen. De vraag is ook aan mij: was je green card? En een green card is maar zo lang geldig. Hè? En dan moet ik binnen de tijd dat ik daar kan uh, verblijven op mijn green card, ik moet ook nog kunnen aantonen dat ik voldoende geld heb om mezelf te onderhouden. En als ik binnen die tijd dan een baan heb gevonden en, ladalala, en economische vooruitzichten, dan kan ik misschien uh, voor een Amerikaans burgerschap gaan. En dan nationaliteit, weet je? American citizenship. Misschien. En dan komen er mensen, die komen via Mexico. Met, met duizenden per dag. Komen ze naar binnen. Ja. En wat komen ze dan doen in Amerika? Jesse Lee Peterson, zelf een neger. En Jesse Lee Peterson is een, een keigoede neger. Ik ben ook tegen zeker gaat dat. Ik ben segregation of zo. Ik vind. Ik speel schaak met Moania uit Kenia. Dat, dat, dat doe ik niet om, om leuk over te komen of zo. Dat doe ik omdat die jongen hartstikke goed kan schaken. Hij nou ja, is een jaren nou, twintig. Ik voel me geinig en dan komt de Kenia en dan is toch wel lachen. Ja? Ik zal hem nooit zien. En voor mij mogen negers. Ik ben helemaal geen racist. Ik, ik zie dat uh, negers die scoren niet zo goed op IQ-testen. Dat weet ik. En in de regel uh, schaken ze niet. Maar Moania wel. He. Ik ben geen racist. Maar er zijn vers, verschillen tussen de culturen. Verschillen die zijn opgebouwd door de generaties heen. En het zal nog generaties kosten voordat die verschillen opgelost zijn. Als ze überhaupt opgelost hoeven, moeten, mogen, kunnen worden. Dat is ook een bepaalde drang van mensen om te blijven zoals ze zijn. Daar heb ik ook helemaal geen moeite mee. Dus ik ben er niet voor. Je zal mij niet, als ik zou werken voor de uh, Noem zo'n blad hier, uh, Elze weekblad. Dat ik ga zitten zeggen: van ja, al die, uh, die Marokkanen. Nou, het moet een keer afgelopen zijn met die Marokkanen. En ja, die proberen nu nog een beetje. Nee, helemaal niet. Maar dus ook, ik ben niet tegen Marokkanen, maar ik ben ook niet tegen Blanken, snap je? En deze Negert wel. En het geert me door. En iemand als Jesse Lee Peterson, die weet het. En die weet dus ook dat, als je nu kijkt naar de negroïde bevolking van Amerika, die hebben het beduidend slechter dan de Blanken. Qua poen en zo. Ja, zegt Jesse Lee Peterson. En wat ook aan de hand is, is dat 90% van de negroïde mensen, nieuwe mensen, baby's, die worden geboren buitenechtelijk. Met alleenstaande moeders. En wij weten inmiddels dat uh, kinderen die opgroeien zonder papa in de buurt, ja, die hebben een veel hogere kans tot ontaarding en tot het vervallen, tot promiscuïteit, uh, alcohol- en drugsmisbruik en ga maar door. Gevangenisbezoek aan de binnenkant. Dus niet slechts op bezoek, nee. Opgesloten. Het komt doordat die gezinnen kapot zijn. Dat die gezinnen kapot zijn, dat is de keuze van de neger zelf. En dat weet Jesse Lee Peterson. En al die mensen die lopen te brullen, van ja, iedereen weet negers ja, we worden onderdrukt en Donald Trump moet dood. En onze aanhangers zijn racisten. Ja, ja. Jesse Lee Peterson die spreekt over Donald Trump zijnde de great white hope. De grote blanke. Een hoopvolle. Want dat zei Jesse Petersen dat die illegalen uit Mexico, en die zijn het allemaal Mexicanen, dat zijn mensen die komen via Mexico, komen ze de grenzen over. Ja, en waar gaan ze zich nestelen? Ja, in de, in de ghettos waar de negro mensen wonen. En wat brengen ze daar? De, uh, leuke bonengerechten? Nee, man. Wapens, drugs en ellende. De negro-wiede bevolking heeft er van Amerika hebben ongelooflijk last van die illegale immigranten. Dus als Donald Trump daar wat aan probeert te doen, dan doet hij iets goeds voor de negro bevolking van Amerika. En Jessie Peterson, zijnde een voormalige prediker, die doet er wat goeds aan door de jongens te vertellen van ga alsjeblieft niet wippen buiten het huwelijk. Lul. Zorg voor een baan. Zorg voor een eigen bestaan. Ga onder de vleugels van je moeder vandaan. Dat zegt Jesse Lee Peterson en daarmee spreekt hij de waarheid. En dan kan je dat voor een hoop Hollandse jongens hier in Nederland ook lekker goed zeggen. Hoor. En daar lopen ook een stelletje pussies tussen. Nou, dat was denk ik wel genoeg. Uh... Over dat uh, gezeur over dat de uh, blanken dat die allemaal kapot moeten. En dat die allemaal zogenaamd zo slecht zijn. Dat zijn ze helemaal niet. Maar het kan nog erger. Ook op Prison Planet. Ook van Paul Joseph Watson. Feminist says family must be abolished to dismantle capitalism. Feministen beweert dat de familie moet worden afgeschaft. om het kapitalisme te ontmantelen. Ik moet even diep ademhalen. Van die trien. is een fotootje. En zij heeft dan. Uh, dat is een beetje bollig. Ik denk dat ze. Uh, ja. Uh, die, die is over een jaartje of wat. Ze is nou denk ik zo in de twintig, over een jaartje of wat. Ze heeft al een beetje dunnig haar. En ze is een feministe, maar ze heeft wel lipstick. Ja, zo. ja wij van de feministen en wij doen wel aan lipstick. Want uh, ja, dan vinden wij wel een vrouwenrecht. Dat, uh, we vinden ook zelf als feministen dat uh, mannen dat ook mogen hoor. Die mogen ook van die gore troep op hun lippen smeren. Weet je trouwens dat vrouwen uh, bij het einde van hun uh, wereldse bestaan. hebben ze iets van anderhalf kilo lipstick uh, geslikt. Oh, Peri, dat is niet waar. Vrouwen eten geen lipstick. Nee, homo. Dat is wel waar. Die, die vrouwen die moeten toch iedere keer die lippen bijwerken. Ja, waar denk je dat die lipstick gebleven is van die vorige ronde? Ze staan s morgens op, gaat de lipstick op. Wup, wup, en een uurtje of elf denken ze, hou, oh, het is je een beetje minder geworden. Ik denk, even een beetje bijwerken. Ja, waar is die lipstick gebleven? Ja, door de stokdarm natuurlijk. Anderhalf kilo of zo. drie kilo lipstick. Een beetje vrouw. Zeker deze feministe, Sophie Lewis heet ze, zoekt er een keer op. Ze heeft waarschijnlijk sproetjes. Dat is een blanke, by the way. Echt maar, mijn Nestas. Ze heeft dus een nieuw boek geschreven, waarin ze beweert dat uh, om het uh, kapitalisme te ontmantelen, dus onderuit te halen, daarvoor is het noodzakelijk om de familie af te schaffen. Deze wandelende zakmoleculen. Ik denk dat hij niet eens van de apen afstamt. Ik denk van de regenworm. Daar denk ik ja. Maar wat is het nou van onzin? Kijk, als je het kapitalisme af wil schaffen, dan moet je de, de, het gezin, dat niet de familie, dat is, maar het gezin. Hè? Dan moet het, om, het gezin moet afgeschaft worden. Ja, als je het gezin afschaft. Vernietigd, hè? Dan heb je natuurlijk familieverbanden, die zijn helemaal kapot. Want de familie, dat is een verzameling gezinnen. En een samenleving is een verzameling families. Dus een samenleving bestaat uiteindelijk uit gezinnen. Een andere belachelijke uitspraak die ik gehoord heb is dat het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Nou, dat is helemaal niet waar. Want de hoeksteen, er zijn maar een paar hoekstenen nodig om een heel gebouw op te zetten. Om een samenleving te hebben heb je een hele hoop gezinnen nodig. Dus de gezinnen zijn de stenen, de bouwstenen van de samenleving. Nou, en wie heeft nou gezegd: dat als je het kapitalisme af wil schaffen, dat je dan de gezinnen moet opheffen? Is dat van, van deze. Ja, ik heb bijna een smerig woord gezegd. Sophie Lubbers? Nee, natuurlijk niet. Dat is Karl Marx. En Lenin. Stalin. Ga maar kijken. Communistisch China. Communistisch Rusland. Wat doen ze daar? Ja, die gezinnen onderuit. Tjik, 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 tjik. Kapitalisme afschaffen. En waarom moet je kapitalisme afschaffen? Nou, spullen... Ook productiemiddelen, alle spullen die er maar zijn, die hebben een eigenaar. Nou, en wat je natuurlijk wil, is dat jij en jouw clubje de eigenaar zijn. En dan noem je jezelf iedereen. Ja, dat, is, dat is gewoon een naamgeving. Hè? Je noemt jezelf iedereen. En dan zeg je vervolgens, alle spullen zijn van iedereen. Dan zijn ze dus van jou en je club. En die taalkundige truc die heet communisme. Dan gaan alle productiemiddelen, alles wat maar waarde heeft. dat komt in handen van een, een selecte groep, een oligarchie. En die doen de hele dag niks anders dan brunettes en blondines vermaken. En ze mogen heus wel een beetje cocaïne gebruiken, want dat doet het volk ook. Ze doen er wel meer smerige dingen. Of seks met kleine kinderen. En dat vormt dan een, ja, een Sovjet. Of een politbureau. Of, uh, zeg het maar. Een Europese Raad. Uh, alles is van iedereen. En wij zijn iedereen. Dus alles is van ons. Ja. En geen privébezit meer. Nee. Dat wil deze. Dan wil ik bijna weer zeggen. Dat wil zij ook. Uh, sorry hoor. Maar ik vind dat mensen die helemaal geen verstand hebben van geschiedenis, die moeten een schrijfverbod krijgen. Of er moet een stempel op komen van dit is geschreven door Sophie Lubus En Sophie Lubus heeft voor geschiedenisles een 3. Op een schaal van 1 tot 10. Alleen maar te lezen onder begeleiding van verstandige mensen à la ingenieur Perry Franciscus Martinez-Winkel. Die zal uitleggen dat het hier gaat om het promoten van een verschrikkelijk gedachtegoed wat geleid heeft tot honderden miljoenen doden. Ja, maar Perry, jij zegt altijd dat die honderden miljoenen doden, dat die al gedaan zijn door de katholieke kerk. Eh, uh, het communisme... Is van de katholieke kerk. Wat dacht jij nou? De katholieke kerk is namelijk een onderdeel, een onderdeel van iedereen. Hè? Ja, wij zijn iedereen. En alles is van iedereen. Geef het maar aan ons, dan is het van iedereen. Ja. En wat doet de kerk aan mij? De katholieke kerk? Wat denk je dan, jongen? pim of zo. Waarom denk je dat de katholieke kerk, dat hier zo'n voorstander is van het homohuwelijk? Denk jij omdat het is, omdat in de Bijbel staat dat het lichaam van twee mannen in één bed, zoals een man en een vrouw, dat dat een gruwel is in de ogen van de heer? Dat ze om die reden zeggen van nou, maar dan vinden wij dat toch wel moeten kunnen. Want ja, wij zijn namelijk katholiek en wij zijn zogenaamd van de Bijbel. En dan doen wij precies wat in de Bijbel niet staat. En het, 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 ja, wat zeg je nou? Nee, ik bedoel natuurlijk, ik bedoel het andersom. Wij doen precies wat in de Bijbel staat. En, 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 en mannen mogen met vrouwen, met mannen, met mannen, met vrouwen. Nou, ingewikkeld, laten we het erover ophouden. Ja, maar ze zeggen het wel, hè? Het homohuwelijk. En homo's moeten ook kunnen. Homo's moeten kunnen trouwen. Homo's mogen naar de kerk. Homo's mogen het Jezuskoekje eten. En nou ja, je moet de Bijbel met je nemen met een korreltje zout. En de paus is de plaatsvervanger van Christus Jezus. Want Christus Jezus die had ook een jurk aan van 150.000 talenten hoor. Hij had ook een hele bak met volgelingen. En allemaal die had ook een pausmobiel hoor. Jezus, weet je heus wel allemaal. Hé. En natuurlijk niet. De katholieke kerk is de meest verderfelijke instantie die er ooit opgericht is op deze aarde. Dat is de Antichrist rondwandelend. En wat veroorzaakt die Antichrist? Nou, creaturen zoals deze Sophie Lewis, een feminist. Dat is allemaal van de Antichrist. Abolish the family. Afschaffen van het gezin. Ja, Dank je wel, mevrouw Sophie Lewis. Als, als ik Sophie Louis tegenkom, hè, in een donker steegje, jongen... Ik loop op de af, hè. En ik, ik recht me helemaal op, hè. En ik doe mijn schouders zo helemaal recht, hè. En ik doe mijn mannelijke pelvis die doe ik naar voren, net als Elvis de pelvis, hè. En ik kijk haar recht in de ogen en ik zeg... Boe! En dan gaat ze huilen, jongen. En dan breekt ze. En dan word ik aangeklaagd voor verkrachting. Weet je... Kijk, deze vrouw, net als die man waar ik het net over had, die meneer Blow. Je mag toch hopen dat meneer Blow niet andere mannen loopt te blowen, hè? Ze kan ook nog een keer hè Maar dit, deze twee mensen, en die ene is dan een Neger, en die andere is dan een, een feministe met van het slechte haar. die hebben mij verklaard tot hun vijand. En dan die neger... die heeft mij tot zijn vijand verklaard... omdat ik onvoldoende melanine heb... in mijn huid, volgens hem. Dus ben ik uh, een racist... en een, een, een male supremacist... en uh, nou... het is maar goed dat ik... Uh, dat ik en de mijne zo duidelijk... Uh, onze laatste ademstoot gaan uitlopen ruchelen. En deze feminist... die... Uh, die, die zit helemaal te giechelen bij het feit dat mijn gezin naar de kloten is. Of moet ik op zijn feministisch zeggen, naar nou de kut is? En zij lekker lachen. Ha! En dan gaan we lekker al het kapitaal gaan we geven aan iedereen. En dan is lekker alles van iedereen. Ja, van Mark Rutte en Jan-Peter Balkalende en zijn vriendjes. Dat bedoelt ze natuurlijk. En zij maar hopen dat ze lekker kan meevreten van de bonbon grote vaart. De communisme heeft nooit iets anders gebracht dan bitterheid en armoede. En een hele hoop gemartelde, verkrachten en gedoden. En zij teken daarop mee. Maar in het Tibetaans dodenboek staat wat je moet doen als er iemand zoals Sophie Lewis overlijdt. Want mensen die bij leven dit soort dingen hebben beweerd. Dat ze ervoor zijn om gezinnen zoals dat gezin van mij. Waar kinderen uit de buurt graag kwamen spelen. En zij is dan blij dat het gezin naar nou, de Ratsmode is. En dan mijn dochter heeft daar 40, 50, 60 uur over gejankt. Sophie Lewis denkt dan. Ha, wat lekker! En huilend kind. Ah. Heerlijk zeg. Nou, dan moet Perry ook nog zijn kapitaal kwijtraken. En dan geven we het kapitaal van Perry aan iedereen. En uh, ja, hè. zo ben ik lekker bezig. Door Marx te citeren. En een beetje te doen alsof we leven in. Uh, wat is ik weer? Die roman van. Uh, Elders Huxley. Brave New World. Alle kinderen zijn van de staat. Oh, Amen. En de staat is iedereen. Hè? Dus alles is staatsbezit, inclusief de kinderen. Oh, 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 oh. En kapitalisme, er wordt gezegd: ja, kapitalisme is zo erg, zo erg. Wat is er nou weer mis mee? Het tegenovergestelde van kapitalisme is dat alles van iedereen is. Ja, dat heb je gezien, hè? Lees je geschiedenisboeken? In Rusland, daar hebben ze het communisme ingevoerd en al die boeren die waren niet langer eigenaar van hun land, nee, ze mochten in dienst treden van iedereen, want het land was voortaan van iedereen. Oh, ja, die boeren, ja, ja. Dus het is nu van iedereen, ja, het is dus nou van iedereen. Dus nou, allerlei mensen gingen werken op het land en het land was van iedereen. Wat denk je dat er gebeurde met de opbrengst van die landgoederen? Ja, die kelderden, want niemand was meer verantwoordelijk. Ja, iedereen was verantwoordelijk. Ja, dus niemand. Dus ja, als dan de oogst wat tegenviel. Die, die, die boeren in vroege tijden, toen het land nog van hun was, die maakten zich zorgen en die gingen dan nadenken over hoe dit voortaan te voorkomen. Maar toen het land van iedereen was. En dan viel de oogst tegen. Ja, dan had iedereen zo van ja, het is toch van iedereen, dus uh, ja, nou, dat is een jammer. Maar ik heb wel honger. Mag ik wat eten? Van iedereen? Zijn drie miljoen mensen zijn uh, verhongerd in uh, de Oekraïne. Dat heet uh, de Holodomor. Ja, dan moet je je geschiedenis even erbij pakken hè? voordat je achter Sophie Lewis aan gaat lopen? Die niets anders doet dan de, de werken van Marx en Lenin even in een nieuw jasje. Ik heb zelf wat verzonnen. Ik ben feministe. En ik heet. Hoe heet ik ook alweer? Uh, hey, dingers, dingers. Hoe heet ik ook alweer? Oh ja, Sophie Lewis heet ik. En ik was. Uh, wat was ik ook alweer? Hey, dingers. Hoe, was, oh ja, ik was feministe. Nou, ik heb een boek geschreven al. Jezus. ik wil de gezinnen afschaffen, want het uh, sociologisch onderzoek is gebleken dat mensen die opgroeien in uh, gebroken gezinnen, die leven maar twee jaar korter. En ik ben daarmee dus ook aanpassend, uh, ook nog een beetje voor de, uh, uh, het afschaffen van de overbevolking. Als iedereen twee jaar eerder doodgaat, nou, dat scheelt toch uh, een aantal mensen op deze aarde. Het schijnt ook dat die uh, mensen die opgroeien in gebroken gezinnen, dat die eerder vervallen tot drankmisbruik, drugsmisbruik, belanden vaker in de gevangenis. Nou, dat vind ik ook allemaal heel goed hoor. Want de gevangenis, dat is van iedereen. Erg, joh. En dan heb je ook nog. <laughs> dat zij heeft in haar boek. Dan heeft ze, dan, uh, dat, dan heeft ze het over. Uh... Het patriarchaat en het kapitalisme gecombineerd. Dat heeft ervoor uh, gezorgd dat er uh, vervreemde arbeiders kwamen. Die vervreemd raakten van de wereldvreemde arbeiders, alienated workers. En die werden dan instrumenten van de productie voor de mannen die de baas speelden over hen. En dit alles heeft geleid, en dan komt hij, tot de heteronormativiteit van de gezinsrelaties. <laughs> Zij heeft de partij huidvet, die heb ik niet. Daar ben ik niet jaloers op, want ik hoef daar niet met al die huidvet over straat te lopen. Dus doe mij mijn magere lichaam maar. Uh, door die hele grote hoeveelheid huidvet. Uh, dan gaat ze allemaal nieuwe woorden verzinnen. Nou, huidvet is ook ongelimiteerd. Ik verzin even een nieuw woord. Heteronormativiteit. Wat de F is heteronormativiteit. Van de gezinsrelaties. En. Dat moet worden bestreden. En dan kom ik helemaal. Ik doe het eerst op het Engels. A radical reconceptualization of pregnancy itself. Dan kan je het uit je mond krijgen. A radical reconceptualization. Conceptualization. Ja, dat is echt goed. A reconceptualization of pregnancy itself. Dus een radicale reconceptualisering van zwangerschap. Een <laughs> <laughs> radicale reconceptualisering van zwangerschap. Nou, dit ga ik even aan. Uh, Translate.google vragen, hoor. Even netjes kopje paste ...dat mooie, dat internet. Dan kan je al die feministes... ...met zo'n slechte hairdo... ...even fileren. Uh, wat, wat zeggen ze nou eigenlijk? Detect language, English. Ja, ja. Radicale... ...reconceptualisatie... ...van de zwangerschap... ...zelf. <laughs> <laughs> uh, 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 even kijken hoor. Uh, conceptie, dat was toch. Uh, uh, dat je zwanger wordt, hè? Ja, dat is uh, de eicel. Uh, die, die komt dus uit het, uh, dat geelachtige lichaam of zo. En dan begint dan de grote reis door de eileider. Allemaal nou, hoop dat het goed gaat, hè? En dan, oh, dan komen er van die, die aliens aan, van die spermatozoïden. En die, oh, waar zijn die eicellen? En bang. En dan dringt er zo'n spermatozoïde door zo de wand van een eicel. En dan, ja, dat heet de conceptie, toch? Want dat moet geher, een, een her, herconceptie of zo. Ja, dat is toch het hele begrip. En dan heb je een bevruchte eicel. En, en, ja, en op het moment dat dat gebeurt, gaat die eicel allemaal signalen naar buiten afstoten. Oh, ik ben uh, gepenetreerd. Oh. En dan gaat het lichaam van de vrouw uh, jammer, op reageren van oh, oh, oh er, er is iets gebeurd. En, uh, oh, ding, dong, ding, dong, ding, dong. En dan gaat het roer helemaal om. Dan word je niet meer ongesteld en brach man. Dan gaat er een placenta groeien. Boch, En daar moet een, uh, een reconceptualisatie van komen. En die moet radicaal zijn. Wat nou? Dat is allemaal bekend. Nou, dat hele geintje dat duurt uh, 40 weken. na nou, de eerste paar weken heb je er geen last van als vrouw. Dus daar moet je niet over zeiken. En dan begint het een beetje dat je denkt van oh, wow, ik heb een beukje. Maar heb je nog steeds niet echt, uh, heb je er echt niet echt last van. En van de laatste paar maanden, ja, dat, dat kan ik me eens bij voorstellen hoor. En je ziet er niet uit, natuurlijk hè. Nou, dan heb je die baring. Ja, dat, dat, daarvan, daar ben ik niet jaloers op of zo. Dat ik dat niet mee zal kunnen maken. Dat lijkt me geen geintje, maar het schijnt dat als je dat een beetje aanpakt... dat dat ook heel veel te maken heeft met je houding in je hoofd dan, hè? Met andere woorden, je kan de pijnlijkheid van de baring kan je voor een groot deel sturen, verminderen, moet ik zeggen. En als het kind één keer geboren is, ja, dan ben je er met z'n tweeën verantwoordelijk voor. Dus, nou, dus gedeelte smart is halve smart. Dus. Wat valt eraan te reconceptualiseren eigenlijk? Ja, tenzij het gezin kapot maakt? Want dan sta je er als vrouw alleen voor, samen met iedereen. Samen met de staat. En jouw kind is dan van iedereen. Ik ken ook zo'n vrouw, hoor. Die heeft uh, de, de kerel, uh, heeft de zwanger gemaakt. En die, zei, en die vrouw had zoiets van, ah flikker op, bla bla bla. Nou, en die ging dan inder eentje door met dat kind. En uh, ja, nu is dat kind van iedereen. Dat kind staat, by the way, uh, van linkje. Naar een opname, een audio-opname van de stem van dat kind. Onder deze uitzending. Helemaal onderaan. Droevig en waar. Mik van vier. Helemaal onderaan. Kind van de duivel. Ik ben een hele grote klootzak, mama. Wat zal je toch blij zijn als ik straks onder de grassoden ligt? Ik ben een hele grote eikel en voor mij geen bloemen op mijn begrafenis. Als je wil weten hoe je om moet gaan als ik dood ben, lees het Tibetaans dodeboek. Ja, dat kind is nou van iedereen. Ik heb nog geprobeerd om die jongen te kunnen bezoeken, maar... Nee, nee, nee. Nee, nee. nee het kind is nu van iedereen. Dus het is geheim. Ja. Leuk hè, Sophie, Louis? Gelukkig dat je dit niet kan verstaan, trut. Kijk, nu heb ik het toch lekker gezegd. Ha, 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 ha. Ze zou eens moeten weten hoe ik over haar denk. Ik vind het een, uh, ja, een vorm van ja, kanker, maatschappelijke kanker. Met opzet erop aansturen dat uh, de samenlevingen kapot gaan, kinderen gaan janken, gezinnen kapot en zeg het maar. Dat is ook uh, Louis, dus die uh, Sophie Louis. Die uh, beargumenteert dat zwangere vrouwen onderworpen zijn aan biologische en societal. Wat moet ik daar nou zeggen? De sociale, oh ja, biologisch en sociale biologisch en sociaal geweld. Tja. Dat er? En dan staat er een hele ingewikkelde zin erachteraan. Even uh, vertalen, hard? Het ogenschijnlijk feministische bezwaar tegen draagmoederschapsregelingen onderschrijft de verbasterde en vervreemde familierelaties die het kapitalisme mogelijk maken. Snap jij hem nog? Je hebt dus het fenomeen draagmoederschap. Een vrouw die laat zich zwanger maken en die staat dat kind af aan een vrouw die geen kinderen kan krijgen. Ik zou het er helemaal niet over willen hebben, want in de regel is dat helemaal geen issue. Ik ken een stel, die vrouw die kon ook maar niet zwanger worden, en toen is er iets met kunstmatige inseminatie gedaan van die man, zijn sperma met haar eicellen, maar is dan in vitro, is die eicel bevrucht en is de bevruchte eicel teruggeplaatst en dat werd het eerste kind. En twee jaar daarna werd ze gewoon zwanger. Dat is dus een kind dat was geconceptueerd. Heeft dat toch, hè? Conceptualiseerd? Of zo. In vitro, in glas. En het andere kind was dan uh, in vivo. En het tweede kind, wat in vivo uh, geconceptueerd was, ontvangen was, uh, werd voorgetrokken. Dat vond ik zo gemeen. Ja, je kan het toch wel merken hoor, het was wel in vitro, uh, dat eerste kind. Toch een beetje een moeilijk kind. Het ja. is ook zo'n feministe. Met een slappe piemel als man. Vervelende mensen. Die moeder heeft ook nog een keer op een dag, toen was ik iets te laat om het kind van school, mijn kind van school te halen. Echt een paar minuten maar. Hè? En ik had lopen haasten, jongen. Ik kon er helemaal niks aan doen. Hè? Maar ik was iets te laat. Dus drie minuten of zo. En dat was. Uh, niet dat ik vaak te laat was of zo. Ik was helemaal nooit te laat. Maar... maar dan kwam mijn kind uit school. En dan moest hij altijd eerst nog even schommelen. Of in de zandbak spelen. Of interessante gesprekken houden met collega-kinderen. En we konden altijd pas om tien over drie een keertje op huis aan. Zo. Nou, en ik kom dan om drie minuten over drie, vier minuten over drie op het schoolplein. Is mijn kind er niet? Wat zij het mee naar huis genomen. Ja. Leuk hoor, zo'n vrouw. Leuk hoor, zo'n feministe. Ja, toch? En Paul Joseph Watson die zegt er nog wat van, tenminste. A radical reconceptualization of pregnancy itself. Walgelijk. Dus Satan. Dus puur Satan. Satan wil dat, hè? Dat de kinderen van de staat zijn. Dat de kinderen niet van papa en mama zijn. Dus papa en mama hebben geen verantwoordelijkheid voor die kinderen. Geen zeggenschap. Dat, dat is eigenlijk geen zeggenschap over die kinderen. En die verantwoordelijkheid, ja, daarmee heb je dus ook geen verantwoordelijkheid. Ja, je kan je kind naar school brengen waar het uh, geïndoctrineerd wordt met idioterie. En dan kan je je kind van school halen en dan kan je voorzichtig gaan vragen welke idioterie het nou weer heeft geleerd op school. Dankzij feministen zoals Sophie Lewis. Ja. Een ramp zijn dit soort mensen. Samen met die neger, waar ik net over had, die meneer Blow. Zal toch niet dat hij andere mannen gaat blowen? Dat dus kan ook nog. Een dat het een homo is. Hè? Een reetridder. Die reetridders en deze feministen... dat kon wel zijn lesbienne zijn ook. Ja. Die dan toch kinderen willen. Ja. Heteronormativiteit van gezinsverbanden. En dat moet bestreden worden... met een radicale reconceptualisering... van zwangerschap zelf ja, Kinderen als uh, dat Die vrouw die dan uh, ook zo lekker bezig was, hè, die had de kerel de deur uitgetrapt en uh, dat hele lieve kindje had ze dan voor zichzelf gehouden. En die heeft toen een aantal in een, bepaalde, in, in een bepaalde periode, een periode van een paar maanden, heeft ze regelmatig hier bij mij verbleven. Dat was in de tijd dat ik zelf ook zoveel dronk en rookte. En die zei tegen mij. Die vrouw was toen toch al in de 30, 36 of zo. Zei zijn ze, nou. Jonge mensen van één jaar. die zijn volwassen. Die kan je behandelen als volwassenen. Ja. Vandaar dat Mick dan ook zegt in het, uh, ja, noem het maar het interview wat ik met hem had. Dat Mick zei van, uh, ik wil dood. Ik wil niet ouder worden dan vijf jaar. En dan vind ik het mooi geweest. Dankjewel Sophie Lewis. Ja. Met je fijne Marxistische ideologieën. Het is te hopen dat tegen de tijd dat jij sterft... En je hebt geen berouw getoond. Want het kan natuurlijk zijn dat Sophie Lewis berouw gaat betonen. Atonement heet dat. At one moment. Is het officieel. At one moment. At one moment. Maar je spreekt het uit als atonement. Boetedoening. Ja. Als zij boete doet voor haar heen gaan, dan is het een ander verhaal. Huh. Maar doet ze dat niet en sterft ze. dan is te hopen dat haar nabestaanden. kennis hebben genomen van. het Tibetaans dodenboek. en dan weten dat ze een enorm feest moeten gaan vieren. met vuurwerk en harde muziek. en wilde dansen. Want anders blijft die geest hangen. Dus, uh... Ja, ik ben een bijbelgelovende christen. Maar... Van mij hoef je dat niet te doen. Maar ik bedoel het even multicultureel. Het Tibetaans dode boek komt uit Tibet, snap je? En daar waren ze niet uh, christelijk in die dagen. Dat het Tibetaans dode boek werd geschreven. Ik heb het trouwens niet meer, dat is jammer. Ik heb een hele hoop van die esoterische boeken hier hoor. Echt wel uh, 80 centimeter of zo. Met, uh, Helena Petrovna Blavatsky. En ik heb uh, Dianetics van uh, Ron L. Hubbard. Of L. Ron Hubbard. En boeken van die Jezuïet heb ik ook nog. Van die uh, teylharde uh, Chardin. En Dennis heb ik ook. <laughs> Allemaal die esoterische uh, meuk. Daar had het Tibetaans dode boek ook mooi bij gepast. Maar hoe je het ook wendt of keert, deze dame uh, staat geen, hoe moet je zeggen, geen weldadige rust te wachten. Die komt niet. Dat is de dood, hè? De dood is een weldadige rust. Want het leven is uiteindelijk achteraf beschouwd niets meer als de godganse dag je best doen en stront vreten. Lees je Bijbel er maar op na. Op na. Jij moet je best doen en toezien hoe andere mensen, terwijl jij je best doet, er een puinhoop van maken. En je kan niets anders doen dan de rots weer opruimen die de rest creëert. Zoals deze Sophie Lewis, die Marx en Lenin en Stalin loopt te herhalen en dan doet alsof het haar eigen geniale plan is. Oh, het is mevrouw uh, geniaal zeg. Hij is helemaal niet, het is een naaper. Die afstamt van een naakslak, dat is het denk ik. Ik zei net regenwormen. maar ze stamt af van een naakslak. Spineless, hij dat. Iemand zonder ruggengraat. Denk jij dat deze vrouw het tien minuten volhoudt? Met mij in een debat? Nee. Vijf opmerkingen. Ze laat mij niet eens uitspreken. Ik weet nu al hoe het gesprek gaat lopen. Die valt mij in de reden, die kletst door me heen. En Mijn eerste vraag aan haar zou zijn, van, uh, vind jij A Brave New World een maatschappijbeeld scheppen wat nagestreefd moet worden? Alle kinderen zijn van iedereen. Communisme is dat. Waarschijnlijk, en dat is dan zielig voor deze vrouw... ...waarschijnlijk is, heeft ze zelf een, een heel koud en ellendig gezin gehad. Het nooit uh, echte liefde van papa en mama ervaren. Nooit een, een warmte of zo gehad. En dan kan ik zeggen, ja meisje, meisje, het, dat kan ik ook niet echt zeggen. Toen mijn vader die hield van Amstelbier en Heinekenbier af en toe. Maar ja, dan weer vaak Amstel. Het was toch echt een Amsteldrinker. En dan één uh, à twee per dag... Kratjes dan. Hè? <laughs> mijn vader had zo'n metalen kammetje. Dan plop. Hij had niet, niet zo'n fles open. Nee, hij had een metalen kammetje. Mijn vader zag er heel goed uit. En net als uh, de Fons van Happy Days. Dus dan zo, dan even mijn haar goed doen. Een hele mooie man. Donker haar had hij. Ja, met die metalen kam. Eén na twee per dag. Kratjes, 24 flesjes. En mijn moeder, die, uh, die hield van ruzie maken. Ja. Dus ik heb ook een so-so-jeugd gehad. Maar ik ga niet van die marxistisch-communistische onzin lopen verkondigen. Want ik heb op mijn twaalfde het geloof gevonden. En dat geloof heeft mij nooit meer losgelaten. Ja. Of het geloof heeft mij gevonden, dat kan je ook zeggen. Laten we dat laatste maar zeggen. Dat klinkt iets zuiverder. Ja. Nou. En, uh, het is vandaag zaterdag. Het is tien voor elf. De markt is open. Ik ga kijken of ze daar nu wel van die lekkere rawiet hebben. En ik moet verse koriander hebben. Voor komende zaterdag. Kijken of ze dat vandaag in de aanbieding hebben. Nou. En op zijn hamburgers zeg ik tegen jullie. Tjus. En dag liefers.